Goede uitzending allemaal. Goedemiddag allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal zijn ingelogd, dan wel aan het inloggen zijn. En dat we dan met wat tegenslag een week later dan toch aan dit webinar kunnen beginnen. Waarbij het draait om corona en om duurzaamheid. Ik kijk eventjes naar de techniek om te zien of er al mensen ingelogd zijn. Volgens mij druppelen heel langzaam de deelnemers binnen. En terwijl ik steeds meer deelnemers zei, is het misschien een leuk moment om als intro te beginnen met een aantal vragen die jullie ons aan de voorkant al gesteld hebben. En waar ik onze sprekers voor gepolst heb om eens een poging te doen voor een antwoord. En de eerste vraag die ik aan Willem Cederel wil stellen is: welke concrete veranderingen zien wij die erop wijzen dat we een nieuwe fase ingaan met betrekking tot Biobased Circular? Goedemiddag allemaal. Ook namens mij welkom. Hartelijk dank voor die vraag, Manon. Ja, het is natuurlijk niet zo'n hele eenvoudige. Maar we zien natuurlijk een aantal dingen die jullie ongetwijfeld ook allemaal zullen herkennen. We praten over de opstart na COVID. En daarin zal het jullie niet ontgaan zijn dat er heel vaak een link op gelegd wordt naar de vergroening. Dus hoe gaan we niet alleen terug naar het nieuwe normaal of naar een nieuwe economie, maar met name ook hoe maken we die aanzienlijk duurzamer. En eigenlijk was die trend ook al heel duidelijk ingezet. Ik verwijs even naar de enorme belangstelling, met name vanuit de jeugd, voor het klimaat, de vele klimaatdemonstraties die er voor COVID waren. Het lijkt al heel lang geleden, maar dat was wel het geval. Ik denk aan de shift die we zien van de belangstelling voor energie, toen nu ook naar grondstoffen. Ik verwijs jullie naar de Green Deal, die net voor de coronaperiode ook vanuit de Europese Commissie gelanceerd is. Kortom, heel veel zaken die in beweging zijn en die allemaal wijzen dat we willen vergroenen. En ook denk ik dat brand owners in eigenlijk antwoord op vragen van de klanten heel goed doorhebben dat klanten die stemmen met hun portemonnee ook duurzamere oplossingen wensen. Ik denk dat ik het hier even bij moet laten, Madon. Nou, je hebt absoluut concrete veranderingen meegekregen. En ik hoor nu een galop. Een andere vraag is wie het voortouw moet nemen in deze transitie naar een duurzame economie. Willem, dat lijkt me er ook nog één voor jou. En volgens mij, Willem, ik hoor jou niet. Nu hopelijk wel. Op een of andere reden is mijn computer op mute gesprongen. Wat ik zei is, ja, er wordt vaak gezegd, nou, de industrie moet het maar doen of de overheid moet het doen. Maar ik denk dat we het samen moeten doen. En we zijn ook van de Triple Helix, die ook heel goed werkt in Zuidwest-Nederland. Dus ik denk dat overheden met bedrijven en met wetenschappelijke kennisinstellingen zich samen sterk moeten maken om hier het voortouw te nemen. Leuk. Nou, Willem, we gaan straks nog meer van jou horen. Maar nu we toch nog steeds in de aanloop zijn en dit ook meteen als een soort test gebruiken, nog een vraag voor Marcel. Marcel, ik krijg een vraag en die gaat over: we zien vandaag veel stilte en schone lucht weer omgeruild worden voor verkeer as usual. Is thuiswerken echt geen optie, vraagt een van de deelnemers. Nou, natuurlijk wel. Ik denk ook wel dat in ons werkpatroon dat er ook wel degelijk iets is veranderd, hoor. Het is natuurlijk afwachten hoe dat over een aantal jaar weer gaat zijn. Maar ik hoor toch, en ik ben benieuwd hoe de deelnemers daarnaar kijken, maar ik hoor toch van heel veel mensen in het werkveld dat ze flexibeler zijn gaan werken en dat ook wel vasthouden. En als ik kijk naar mezelf, hè, naar de afspraken die ik heb, probeer ik toch wel zoveel mogelijk steeds digitaal te doen. En ik ben ook wel van plan dat deels gewoon overeind te houden, want ik merk gewoon dat het voor bepaalde dingen gewoon prima werkt. En dat hoor ik ook terug bij werkgevers. Het is natuurlijk wel afhankelijk in welke branche je zit. Ja, Manon, jij zit op Moerdijk bij het havenbedrijf. Ja, als je bij Shell werkt of bij een of andere plant in een fabriek, ja, dan wordt het heel lastig om dat vanuit thuis te doen. Maar
Maar als je kijkt naar de dienstensector en de overheid, is natuurlijk heel veel mogelijk. En kunnen we denk ik misschien wel efficiënter werken door reistijd te beperken. En dat betekent ook nog eens dat we iets minder in de file staan. Dus dat zou toch heel fijn zijn met z'n allen. Dus jij ziet een goede combinatie tussen die partijen die thuis goed kunnen werken en tussen die partijen, onder andere op Moerdijk, die gewoon voor productie en voor logistieke dienstverlening op locatie moeten zijn. Ik moet eerlijk zeggen, dat verschil heb ik ook gemerkt. Want terwijl wij de eerste weken thuis zaten vanuit het havenbedrijf, mocht ik 1 dag in de week op kantoor zijn. En dan zag je gewoon dat een productieomgeving als Moerdijk, ja, dat daar mensen vol aan het werk zijn. En dat is een totaal ander beeld dan dat onze media schetste. We hebben 1 spreker nog niet aan het tussenwoord gehad, Jesse. Het is misschien niet helemaal fair om de vraag alleen aan jou te stellen, maar toch. Hoeveel ruimte zie jij voor een economie die niet gebaseerd is op economische groei? Dus een post-growth of een degrowth economie? Dat is wel een pittige vraag die je stelt. Gelukkig hebben wij bij Rabobank hebben wij ontwikkeld samen met de Universiteit Utrecht de zogeheten brede welvaartindicator. En dat is een maatstaf eigenlijk voor alle dingen naast economische groei die eigenlijk echt de moeite waard zijn in het leven. Dus denk bijvoorbeeld aan gezondheid, sociale contacten, leefbaarheid van je omgeving, milieu, etc. En de grote vraag is eigenlijk of je ook aan de hand daarvan beleid kan maken in plaats van alleen maar op basis van economische groei. En dat is wel een indicator waarvan wij steeds meer willen, of eigenlijk bepleiten dat beleidsmakers en misschien ook wel bedrijven zouden moeten kijken van wat is nou eigenlijk de impact van ons gedrag, van het beleid dat wij voeren en van hetgene waarop wij sturen in plaats van alleen maar puur economische groei. Misschien wel even aardig om te benoemen is dat we elke september komen wij met een nieuwe versie van die brede welvaartindicator, de BBI. En die is ook op regionaal niveau is die uitgesplitst. En dan kun je dus precies zien voor de verschillende landsdelen hoe die gebieden precies scoren op die factoren die ik net noemde. Dus hoe leefbaar het daar precies is, hoe gezond de mensen zijn, hoeveel werk er is. Werk is natuurlijk ook een belangrijke gelukmaker, dus dat speelt er zeker ook een rol. Dus ik zou zeggen, hou die BBI zeker in de gaten. En dat is ook wel zeker iets waar we op zouden kunnen en meer ook moeten sturen als het gaat om beleid. In plaats van alleen maar economische groei. Leuk. En volgens mij zit ook een fantastische uitnodiging om in september bij ons terug te komen en daar nog een nadere toelichting over te geven. Jesse, wat mij betreft, begin jij met je verhaal. Ik nodig alle luisteraars uit om gebruik te maken van de mogelijkheid om vragen te stellen. Wij zullen ons best doen om die in de tussentijd te beantwoorden. En we doen in ieder geval de belofte dat we ze na afloop allemaal beantwoorden. En u kunt natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de chatmogelijkheden die ook in dit webinar openstaan. Jesse, aan jou. Yes, dankjewel. Ik geloof dat de besturing bij de producent ligt, toch? Klopt. Dus dan kunnen we door naar de volgende slide, alsjeblieft. Even kijken, we gaan geloof ik een aantal vragen aan u, het publiek, stellen via mentimeter.com. De bedoeling is dus even om op je telefoon, ik ga het zelf ook even doen, te gaan naar www.mentimeter.com. En daar de inlogcode die op het scherm staat daarin te voeren. Want dan kunnen wij als sprekers een aantal vragen aan u stellen. Wij hebben natuurlijk ook niet alle wijsheid in pacht. En ik zelf maak ook graag gebruik van de inzichten uit de zaal. Dus uit de virtuele zaal. Dat doe ik als ik een praatje geef, doe ik dat ook wel vaker. Misschien mezelf nog even kort voorstellen. Mijn naam is Jesse Groeneweg. Ik ben senior econoom bij Rabobank. Ik werk daar in het team regio's en thema's, heet dat, van Rabo Research. Rabo Research is de economische denktank van Rabobank. En heel specifiek kijk ik naar de drijvers van bedrijfsprestaties. Dus ik kijk naar wat zijn nou precies de factoren die ervoor zorgen dat sommige bedrijven succesvol zijn en andere bedrijven dat niet zijn. In een vorig leven heb ik gewerkt bij het ministerie van Financiën. En bij Rabobank heb ik ook een tijd bij de macro-economische onderzoeksafdeling gewerkt. Dan heb ik dus gekeken naar macro-economie. Vind ik nog steeds een interessant onderwerp. En daar gaan we het nu ook nog eventjes over hebben. Maar als we nu in ieder geval even door kunnen gaan naar de volgende slide. Nou ja, ik had mezelf wel even voorgesteld. Ik ga wat vertellen over de economie tijdens en na corona. Kunnen we ook weer door naar de volgende slide wat mij betreft.
Ja, eerst even corona. Ik wil het eigenlijk even als volgt opbouwen. Ik wil het even hebben over corona. Dat is natuurlijk even de crisis waar we nu in Nederland misschien steeds minder in zitten, maar dat nog steeds weer actueel is. Vervolgens die economische crisis die daar achteraan lijkt te komen. En vervolgens die milieu/duurzaamheidsuitdaging, noem het een crisis, die daarna eraan zit te komen. Maar eerst even over corona. Ik heb hier twee plaatjes neergezet die wel een beetje aangeven wat voor gemixt beeld we in de wereld eigenlijk zien. Hè, sommige landen, dat zien we aan de linkerkant, zijn qua aantal coronagevallen nog niet op hun piek. Ja, er zijn in de VS, ik zag er straks nog een nieuwsuitzending waarbij de besmettingen in verschillende staten aan het pieken zijn. Maar ook andere landen als Brazilië, India gaat het, zijn ze nog zeker niet over de curve heen. Tegelijkertijd zijn er wel veel plekken in de wereld waar dat al iets meer het geval is. En daar waar het openbare leven zich dus ook steeds meer hervat. Dat zien we aan de rechterkant. Daar zie je dus de nul is zeg maar de normale, dat is een beetje de baseline. Dus hoeveel tijd wordt er doorgebracht in musea en winkelcentra in normale omstandigheden. Dat is nul is eigenlijk van wat normaal is. En dan zien we dus een enorme instorting, deels veroorzaakt door de lockdown, maar ook een groot deel door de angst die mensen hadden voor het virus, in de tijd die mensen hebben doorgebracht in musea, winkelcentra, etc. Nou, het was in de eerste maanden, maart, april was het natuurlijk gigantisch. Inmiddels is dat zich weer langzaam aan het herpakken, maar nog steeds, als je erover nadenkt dat wij gemiddeld genomen 20-30% minder tijd daardoor brengen en wat voor impact dat heeft op de economie, dan is dat echt, echt gigantisch. Misschien kunnen we nu door naar de volgende slide. Die economische impact van die coronacrisis is dus gigantisch. Ik zat toevallig gisteren nog een podcast te luisteren over, is het nou precies dat virus of is het die lockdown die heeft geleid tot die enorme economische impact? Ik denk dat het nog wat te vroeg is. Er wordt nog veel onderzoek naar gedaan om daar een definitief antwoord op te geven. Ik neig zelf er meer naar dat virus toch tot dermate grote gedragsverandering heeft geleid. Mensen toch echt bang waren om besmet te raken. En om die reden minder geld zijn uitgegeven, meer zijn gaan sparen, minder vaak naar het café zijn gegaan, ook nu het weer kan. En dat dus echt een forse tik aan de economie heeft gegeven. En dan druk ik me nog zacht uit, want de tik is natuurlijk zo ongelooflijk groot. Dit is onze meest recente prognose. 5,7% krimp in 2020. Dat is groter dan tijdens de grote financiële crisis van 2007-2009. Eigenlijk iets wat we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien. En daar staan we denk ik nog niet voldoende bij stil. Ik vind het zelf als econoom een interessante tijd, maar ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen een ontzettend moeilijke tijd is. Met natuurlijk veel werkloosheid en misschien nog wel veel meer ernstige dingen die op ons af zitten te komen. Misschien kunnen we nu even naar de volgende slide gaan. Dan wil ik dus een stukje interactie via menti.com. Daar kunnen we een code invoeren. En nou zag ik niet op de eerste pagina wat nou de code was. Dus Manon, weet jij dat nog? Ik kan dat even aan de... Oei, het is een strik. Die heb ik niet opgeschreven. Dat zien we ook in deze, zijn we hier ook, hier zien we ook de code. Hier staat de code. Ik ben even benieuwd in welke sector u actief bent. Dat wil ik graag eerst even weten. Ik doe zelf ook even mee. Er druppelen wat reacties binnen. Veel industrie. Lijkt me natuurlijk logisch, gegeven het feit dat we hier een presentatie in omgeving Moerdijk doen. Er zat wat vertraging toch, Manon, zei je, tussen de presentatie en de Mentimeter? Volgens mij valt het mee. Volgens mij zien we nu aardig, ik zie ook wat transport, zakelijke dienstverlening. Dat is natuurlijk jouw achterban, Rabobank. Ja. Oké. We hebben al 18 mensen die hebben gereageerd inmiddels. Het geeft jou in ieder geval een beetje... We wachten nog even 10 seconden. Ja, ik voel me nu net een soort sportverslaggever die op deze ontwikkelingen live commentaar moet geven. Maar u ziet het zelf eigenlijk wel gebeuren. Veel mensen die actief zijn in de zakelijke dienstverlening, overig...
Maar merendeels toch wel, een groot deel is toch wel industrie. Ik had ook misschien nog wel iets meer transport verwacht. Maar goed. Nou, we hebben een beetje een beeld. Laten we maar terug gaan naar de presentatie. Dus een groot deel industrie en een groot deel zakelijke dienst. Hou dat even in het achterhoofd. Kunnen we door naar de volgende slide. Nou, dat was dus... dan gaan we iets te snel. Dan ben ik even benieuwd naar welke impact de coronacrisis had op uw omzet in het tweede kwartaal. Dus dat is de volgende vraag in Mentimeter. Dus we hebben gezien dat de meeste mensen zijn actief in de zakelijke dienst of in de industrie. Maar nu is even de volgende vraag. Wat was de impact van de coronacrisis? En ik vind dat zelf heel interessant om te horen. Ook omdat we weten natuurlijk, hè, wij als economen zien natuurlijk een beetje die geaggregeerde cijfers. Maar ik hoor graag ook van ondernemers zelf van wat voor, zeg maar meer op dat microniveau van wat nou precies de impact van die crisis is geweest. Dus we moeten even naar de volgende Mentimeter vraag. De techniek is even bezig. Ik begrijp dat u natuurlijk staat trappelen om deze vraag in te vullen. Ik ben zelf ook heel erg benieuwd. Maar het komt. Ja, in welke sector bent u actief? En de volgende vraag. Ja, gelukkig is ook een backup plan. Wat je natuurlijk zou verwachten. Oh, maar dit is weer een andere Mentimeter. Dat kan hem niet zijn. Ja, dames en heren, u moet gewoon even geduld hebben. Ik heb het gevoel dat het allemaal goed gaat komen. Oh, kijk, er is ook nog een horeca-ondernemer in de building. Maar dat zit ook op Moerdijk. Dat zit ook op Moerdijk. Ik had geen business op Moerdijk. Nee, ik had, er moet altijd wel een kopje koffie tijdens de... Ik weet niet wat ik zie Marcel ook knikken, want horeca en juist de juiste horecagelegenheden, dat is veelvuldig een onderwerp van gesprek op een industrieterrein. Kijk, ja precies. Ja, het moet wel, je moet natuurlijk... Ja, ik weet niet wat voor horeca dit is. Ik ben nooit op Moerdijk geweest. Ik heb de uitnodiging even afgeslagen. Ik denk ook dat de horeca op Moerdijk heb ik van verschillende klanten ook gehoord. Die verdienen ook een compliment. Want die hebben toch in deze coronatijd gezorgd dat de mensen die op Moerdijk druk aan het werk waren, konden lunchen, een broodje kregen. En dan op die manier het leven op Moerdijk ook nog een beetje aangenaam was. Ik denk dat even via de Mentimeter moet inderdaad. Oh. Ik zag nu een vraag voorbij. Next slide. Daar staat next slide. Ik zag daar staan next slide bij Mentimeter. Ja. En nu? Oh, kijk, we hebben op onze telefoon hebben wij nu de volgende vraag. Nou, dan kunt u zelf even aangeven. Meneer de producer, dit gaat helemaal goed. We hebben de volgende slide gekregen op de Mentimeter. Dus even de vraag. Heeft de coronacrisis, helaas kunnen we nu niet, ik weet niet of we nu de resultaten kunnen zien ook. Maar de vraag is even van, heeft de coronacrisis een grote negatieve impact gehad? Dus meer dan 10% krimp. Een negatieve impact, dus dat is tussen de 0 en de 10% krimp. Geen impact. Een positieve impact, dus dat is tussen de 0 en de 10% groei. Of zelfs een grote positieve impact. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Alleen, ik vraag me nu wel af hoe we de resultaten kunnen gaan zien van deze vraag. Dus dat is nog even een vraagje aan de producer. Hoe gaan we naar de Mentimeter slide waar we de resultaten kunnen zien? En Jesse, terwijl mensen kijken wat hun antwoorden zijn, krijg ik een vraag binnen. En die gaat over de recente cijfers. Of die laten zien dat de versoepeling die begin juni in is gegaan, ook een verbeterde uitzicht op de economie laten zien. Ik dacht dat dat in jouw cijfers wel een beetje te zien was. Nou, dit komt een beetje terug op die discussie. Oh kijk, daar hebben we al wat cijfers. Nou, dit is heel interessant. Nou, super. Maar Ik zal eerst even op deze vraag ingaan. Kijk, de hamvraag is een beetje van, is het virus of is het een lockdown? En dat is een vraag die wel echt serieus onderzoek behoeft. Het is ontzettend moeilijk om dat natuurlijk vast te stellen. Ik weet uit veel Amerikaanse studies dat het er toch op lijkt dat, waarbij ze hebben gekeken van wanneer is die economie nou echt ingestort? Was dat voor of na die lockdown? Dat het dus toch al een groot effect heeft plaatsgevonden voordat die lockdown werd ingesteld. In verschillende landen is dat zo het geval gebleken. Wat dat dan vervolgens betekent, is dat
wat dat zou betekenen, maar nogmaals, er moet hier nog meer onderzoek naar worden gedaan, is dat uiteindelijk het virus de grote boosdoener is van die economische effecten en die lockdown toch iets minder. Weliswaar voor natuurlijk voor een deel, maar niet zo prominent als een rol als die vaak wordt toegedicht. En nou ja, dat betekent dus dat of we echt herstel gaan zien volgend jaar, dat dat niet zozeer te maken heeft met van welke lockdown maatregelen of versoepelingen vinden nou precies plaats, maar komt dat virus wel of niet terug? Ja. Dat is in ieder geval in mijn optiek dat is de grote vraag inderdaad. Nou goed, wat we hier dus zien is een aantal bedrijven dat geen impact heeft gemerkt van de coronacrisis. Dat is natuurlijk ook goed mogelijk. Hè? Als je in een bepaalde sector actief bent waarin je misschien produceert voor een markt. Ik zit even te denken waar dat precies zou kunnen zijn. Maar als je in een niet al te conjunctuurgevoelige markt actief bent. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die daar flink door zijn geraakt. En die echt een enorme omzetkrimp hebben gezien. En zelfs een paar die lijken te hebben geproduceerd. Dat is natuurlijk moeilijk vast te stellen of dat te maken heeft met een toevallige gebeurtenis. Of dat echt het gevolg is van de coronacrisis. Nou, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ik ga even naar de volgende vraag gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, degene die daar had geantwoord, of dat het een positieve impact had. Of diegene even aan Manon kan melden waar dat mee te maken had. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar eigenlijk. Ik ben zelf ook nieuwsgierig naar degene die een hele zware impact hadden. Dat was 18%. Nou, en dan de volgende vraag is natuurlijk, dus ik vraag eigenlijk aan u, wat denkt u eigenlijk te voorspellen hoe deze coronacrisis verder voor economische impact heeft? Ik bedoel, ik kan er wat over zeggen als econoom, maar nu zijn we al bij de volgende vraag aanbeland. Welke impact verwacht u dat de coronacrisis heeft op de omzet in het derde kwartaal? Dus dan hebben we in Nederland wat versoepelingen gezien. Nou ja, het virus, ja, we weten allemaal niet welke kant op geeft. Misschien heeft u daar zelf een idee over. Maar wat denkt u dat dat dan vervolgens voor impact heeft op uw omzet? Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus u kunt nu de volgende Mentimeter-vraag invullen. Geen impact. Als ik hier door mijn oogharen naar kijk, dan zie ik een iets positiever beeld dan op de vorige slide. Met iets minder bedrijven die verwachten dat de crisis een grote negatieve impact heeft, maar nog steeds ook wel een negatieve impact. Dus het lijkt ietsje te zijn bijgetrokken van de impact in het vorige kwartaal. En wat eigenlijk wel interessant is om hieraan te zien. Ik denk dat we eigenlijk zo wel een goed beeld hebben. Dus laten we nog even wachten of er nog interessante dingen uitkomen. Maar wat we eigenlijk hierop zien is dat op bedrijfsniveau dat inderdaad de verwachting is dat het ietsje minder erg wordt. Hè, als we gewoon aan u als ondernemer vragen van wat verwacht u dat er met uw omzet gebeurt. Dat de verwachtingen ietsje gemiddeld genomen, de impact zal per bedrijf heel erg verschillen. Alhoewel ik nu wel veel negatieve impact zie. dat het beeld ietsje gematigder is dan het beeld dat we op de slide hiervoor zagen in het tweede kwartaal. Dus eigenlijk het effect, wat is het effect van een versoepeling of wat ziet u in de toekomst gebeuren? Ja, die vraag kunt u aan mij stellen, maar u geeft hier eigenlijk zelf ook wel antwoord als collectief. Het lijkt dan een klein tikkeltje beter te gaan. Maar natuurlijk nog steeds op individueel bedrijfsniveau flinke klappen die er worden geïncasseerd. Maar ik zie bijvoorbeeld geen bedrijven meer die echt een grote negatieve impact verwachten. Nou oké, laten we dan maar doorgaan. En degene die positief is, heeft zich nog niet bij mij geopenbaard. Heeft toch niet dat mag positief, jongens. Als jullie mij via Q&A melden waarom je positief bent, dan zie ik niet van wie de vraag of wie het antwoord komt. Dus wees niet bang. Ik zou het heel interessant vinden, ook als onderzoeker, om hier meer over te weten. Dus u bewijst onze grote dienst als u dat even laat weten. Maar u mag het natuurlijk altijd, als u meer wil vertellen over wat u verwacht van de coronacrisis of waarom u dit heeft ingevuld op de Mentimeter, dan ben ik heel benieuwd. Maar laten we inmiddels wel door dat hij een negatieve impact verwacht, omdat in zijn business hij vooral afhankelijk is van de West-Europese economie. Ja. En dat je gewoon merkt dat consumenten minder consumeren. Ja, dat conjunctuurbeeld is gewoon nog steeds heel negatief. Eigenlijk ook wel voorzien met. En ik had natuurlijk op die slide die ik daarnet liet zien, waarbij we dus die krimp zagen van 5,7%, die was niet uitgesplitst naar kwartalen. Maar wij verwachten inderdaad dat het wel ietsje bijtrekt in het derde kwartaal, geaggregeerd genomen.
Maar nog steeds dat consumentenvertrouwen, dat nog laag blijft. Consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen. Wat nog steeds hele negatieve signalen liet zien. En dat het pas in de loop van volgend jaar dat het begint op te pikken. Als we geen tweede golf krijgen. Goed, maar dus welke impact verwacht u dat de coronacrisis heeft? Nog steeds vrij negatief. Dat is wel in lijn met het macro-economisch beeld wat we net hebben gezien. Dus misschien kunnen we nu door naar de volgende slide. Nou ja, ik heb het hier nog even uitgesplitst per sector. Of ik. Helemaal aan de rechterkant ziet u de sectorspecialisten van de Rabobank. Dus dat zijn de sectorspecialisten. Als u er nog eens een keer mee wil sparen, stuur mij dan een mailtje. Dan kan ik u wel doorverbinden. En die hebben gekeken van wat zij nou verwachten dat de verschillende sectoren doen in 2020. Dus 2020p prognose en 2021 prognose. Nou, daar zien we echt de grootste klappen voor de horeca. En overige zakelijke diensten, voor onder andere kappers onder bijvoorbeeld. Maar ook industrie, door vraaguitval onder consumenten en onder bedrijven, forse klappen. En eigenlijk alleen in de overheidssectoren lijkt het enige, dus onderwijs en gezondheidszorg, lijkt het enigszins mee te vallen. Dus dit is een beetje het plaatje. Dus ik ben benieuwd of u zich hierin een beetje herkent. In de beelden die hier door de sectorspecialist van de Rabobank worden geschetst. Nou, laten we dan maar doorgaan naar de volgende slide. Yes. Ben ik even benieuwd. Gaan we nog een Mentimeter vraag doen? Ja, het is ontzettend leuk. Hoeveel onzekerheid verwacht u over uw omzetverwachtingen? Dus nou, u heeft aangegeven wat u verwacht van het derde kwartaal. Maar dat weet u natuurlijk helemaal, neem ik aan althans, weet u niet helemaal zeker. Dus ik ben benieuwd hoe onzeker u bent over uw omzetverwachtingen. Dus het kan zijn dat u zeer hoge onzekerheid ervaart. Dus dat de toekomstige omzet kan zeer moeilijk in worden geschat. Dat is helemaal aan de linkerkant. Of zeer lage onzekerheid. Dus u denkt dat u uw toekomstige omzet zeer nauwkeurig kan inschatten. En ik zal zo meteen even vertellen waarom het interessant is om te weten wat bedrijven hiervan denken. Hoe zeker bedrijven zijn over het inschatten van hun omzet. Het lijkt dat de meeste bedrijven eigenlijk van de 6 antwoorden die we nu hebben, dat ze eigenlijk wel redelijk zeker kunnen, dat ze het grosso modo wel kunnen inschatten. Dat is een interessante plaatje om te zien. En dat er maar weinig bedrijven die het heel moeilijk vinden. Oh, er zijn er een paar die nu denken dat het heel moeilijk is om de toekomstige omzet in te schatten. Door de coronacrisis. Maar het lijkt nog steeds. Wacht op wat meer deelnemers, dan heb je een beter beeldje. Ja, ja, ja. Nou, ik dacht, als een ware Mart Smeets, geef ik gewoon live commentaar bij deze. We wachten nu op nummer 15. Nummer 15, ja. Het is best wel een vak, zo langs de lijn sportverslaggeving. Ik onderschat dat een beetje, denk ik. Maar goed, oké. Okay. Dus nogmaals, helemaal aan de linkerkant, zeer hoge onzekerheid hè, rond het inschatten van toekomstige omzet. U weet niet wat er op u afkomt, nog het komend half jaar of het komend jaar. In het midden, u denkt van, nou, ik heb wel ongeveer een beeld van welke kant op gaat. Het kan positief, kan negatief zijn, maar ik weet wel ongeveer dat het positief gaat zijn of ongeveer dat het negatief gaat zijn. Helemaal aan de rechterkant, ik weet eigenlijk precies wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dat zijn een beetje de smaken die we hier zien. En het lijkt wel een beetje zo'n klassieke normale verdeling, zoals u misschien wel eens op de universiteit of op school gehad heeft, waarbij toch het merendeel eigenlijk wel een beetje in het midden zit. Met enkele uitschieters, nou vooral naar de linkerkant hier. Eigenlijk niet naar de rechterkant. Want als u helemaal aan de rechterkant zou zitten, dan heeft u eigenlijk een soort glazen bol waarmee u denkt van te kunnen zien van ik weet eigenlijk precies wat er gaat gebeuren. En dan zou ik heel benieuwd zijn hoe u dat eigenlijk precies doet. Maar het lijken ook heel veel bedrijven te zijn die toch behoorlijke onzekerheid ervaren rond deze crisis. En die zien we helemaal aan de linkerkant. En ik krijg een opmerking binnen dat als je naar de automotive sector kijkt. Ja. Dat bijvoorbeeld de staalindustrie op Moerdijk daar heel erg afhankelijk van is. En dat het dan maar de vraag is wat duurzaamheidsvraagstukken en corona gaan betekenen. Precies. Dat is echt een sector die denk ik ook aan de scoren van een relatief hoge onzekerheid zitten. Ja, dat denk ik ook. Want we hebben het eigenlijk nog niet gehad over de factoren die erachter kunnen zitten. We hebben het natuurlijk niet alleen maar over corona, maar ook inderdaad over die duurzaamheidsuitdaging. En komt er consistent beleid bijvoorbeeld vanuit de overheid, waar je op als bedrijf je investeringsbeslissingen of je uitbreidingsbeslissingen op kan baseren.
Nou ja, als je het idee hebt dat je daar een beetje in het duister tast, dan ervaar je waarschijnlijk vrij veel onzekerheid over je toekomstige omzet. Dus dat is eigenlijk precies waar deze opmerking over gaat. Volgens mij kunnen we wel een beetje door naar de volgende slide. Dus onzekerheid. Nou, ik heb hier even het plaatje onzekerheid als wij dat in ons eigen onderzoek uitvragen onder MKB'ers. De helft ervaart grote onzekerheid. Nou, dus deze poll is een tijdje geleden uitgezet. De resultaten zijn dus van een poll van een tijdje terug. En dan zien we dat ongeveer, nou, dan moet je even kijken, het blauwe en het oranje vakje, dat zijn zeer hoge onzekerheid of hoge onzekerheid. En wat we daar dus zien, dat in de totale economie, dat bijna de helft van de NKB'ers zeer hoge tot hoge, of zeer grote tot grote onzekerheid ervaart. En nou, deze poll is natuurlijk van een tijdje geleden, dus toen was de corona-onzekerheid waarschijnlijk nog wat groter. Maar dat geeft wel aan dat dit echt een significante factor is. En ik denk dat we dat ook net in de poll hebben gezien. Dat er een flink aantal bedrijven zijn die het toch echt heel lastig vinden om op dit moment voldoende informatie te vergaren over waar het precies naartoe gaat. En hoe zij precies hun beslissing moeten nemen. En die onzekerheid is groter als we in sectoren kijken die relatief hard geraakt zijn door de coronacrisis. Zoals bijvoorbeeld de horeca en recreatie. Maar interessant ook genoeg de handel en logistiek. Dus dat is een sector die in Moerdijk volgens mij goed vertegenwoordigd is. Volgens mij zitten de deelnemers, hebben we gezien, veelal ook uit de industrie. Dus meer de productiesectoren. Ja. En die zijn weliswaar minder onzeker als ik het hierin zie. Dat blijkt ook uit wat we net hebben gemeten. Maar toch ook nog steeds is hun toekomst ook lastig te voorspellen. Ja, lastig te voorspellen inderdaad. Nou, dan kunnen we volgens mij door naar de volgende slide. En volgens mij moet ik hem dan al bijna overdragen aan Marcel. Even kijken, dit was mijn bruggetje. Met deze handshake. Nou, dit is nog wel even, dat is niet helemaal. Het is misschien wel even aardig om te vertellen. Ik had eigenlijk graag een cartoon of een plaatje gebruikt, maar dat mag allemaal niet vanwege rechten. Waarbij wel aardig wordt geïllustreerd eigenlijk de uitdaging waar we voor staan. Ik zal het plaatje even proberen te omschrijven. Je ziet een zwemmer zien naar de oppervlakte zwemmen. En daarachter komt er een haai aan. Die zwemmer, dat is, laten we zeggen, de mensheid, dat zijn wij. En die haai die erachteraan komt, dat is de coronacrisis. Hè? We worden achtervolgd door die coronacrisis. En dan moeten we zien te ontsnappen. Daarachter komt nog een veel grotere haai. En dat is die economische crisis. Die is eigenlijk nog veel gevaarlijker. En daarachternaam komt een soort enorme zeemonster. En dat moet dan de duurzaamheidstransitie voorstellen. En dat geeft wel een aardig aan, denk ik, van dat we nu een heel urgent probleem hebben, namelijk die coronacrisis. Heel urgent probleem, wat heel belangrijk is. Maar ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar in de grand scheme of things komen we hier wel overheen. Vervolgens komt er een economische crisis aan die wel een wat grotere impact gaat hebben. En die we eigenlijk niet gezien hebben in de moderne tijden. En daarachteraan komt een soort van existentiële crisis die misschien nog wel een veel grotere, veel, veel grotere impact en veel bepalender voor ons gaat zijn. Dat had ik hier graag geplakt, maar dat mocht helaas niet. Dus toen heb ik even bij dit duurzaamheidsplaatje. Jesse, dat we uit jouw onderzoekshoek gaan en dat we de praktijk instappen. Precies. Met Marcel. Marcel, neem de uitdaging aan en vertel ons meer hoe jij met de ondernemers van Moerdijk ervoor staat. Ja, dankjewel Manon. Ik was al eventjes bang dat Jesse ging zeggen dat ik die haai was, maar gelukkig maar niet. Weet je een shark? Ja, nee, mijn naam is Marcel Rijker en ik ben verantwoordelijk voor de hele operatie van Veno NCW in West-Brabant. Dus eigenlijk het hele gebied van Breda tot Moerdijk en Bergen op Zoom. Van industrie tot dienstverlening en eigenlijk de complete economie die we daar hebben. Volgende slide zou mogen. En in onze achterban hebben we natuurlijk ook wel een aantal keer al gepeld van hoe staat het nou eigenlijk voor. En dan komen deze praktijkcijfers uit. Elk lid kan in onze enquête invullen. En dan zie je eigenlijk dat vooral in het begin van de crisis, we hebben deze enquête 2 keer gehouden, dat onzekerheid en ook gewoon de liquiditeitsproblemen echt heel groot waren. In maart was ongeveer 9% van onze leden zei van ja, ik heb gewoon een acuut probleem met onze liquiditeit. Nou, dat was een aantal maanden later alweer gezakt naar 5%. En je ziet ook in de aanvoer en de orders dat langzaam maar zeker wel iets van economisch herstel is. Maar, en dan mag de volgende slide, dan zie je toch dat de algemene tendens is dat er gewoon immense onzekerheid is. En eigenlijk alle takken van sport. En als je nou goed gaat kijken en inzoomt in die economie, in ieder geval in West-Brabant, dan zie je dat het hardst getroffen natuurlijk de horeca. En alles wat vrije tijdsector is, toch een belangrijke sector in West-Brabant. En daarnaast ook de zakelijke dienstverlening. Want die zijn grotendeels afhankelijk van de industrie, van de maakbedrijven in West-Brabant.
En ja, als onzekerheid in de economie optreedt, zijn dat nou eenmaal de eerste dingen waar je mee stopt. Hè? De communicatiebureaus, de advocatenkantoren, die zijn de eerste die het merken. Dus dat zien we ook in ons ledenbestand. Dat is die 19,8% van het ledenbestand, die zit vooral in die zakelijke dienstverleningshoek. En die heeft gewoon te maken, zeker de afgelopen maanden, met een daling van meer dan 50% van de omzet. Nu zie je langzaamaan met het wegvallen van de meeste maatregelen, dat er wel wat meer zekerheid komt. Maar ja, die kans dat er een tweede golf komt, die leeft nog steeds in die economie. Ja, ze begon er ook al over. En daardoor zie je dat mensen toch zeker nog onzeker zijn over het vervolg van dit jaar. Vandaag kwamen er ook weer nieuwe economische cijfers uit. Die zagen er ook niet al te rooskleurig uit. Dus je merkt gewoon dat de economie zich vasthoudt en dat ondernemers het lastig vinden om vooruit te kijken. Maar wat we ook merken, en dat lijkt een beetje contrair naar wat ik net zei in die onzekerheid, is dat wij onze leden ook merken dat er de afgelopen maanden een behoefte is ontstaan om na te denken van hoe ziet die economie er straks eigenlijk uit na corona? En wat vinden we dan belangrijk? Dat hebben we natuurlijk ook flink op ingezet. Dus we zijn in verschillende denktanks, in verschillende clubjes en we zijn gewoon bij leden op bezoek geweest hoe dat kan. En anders via Desk-systemen hebben gesprekken gevoerd. Zijn we gaan navragen van waar zit die behoefte dan? Wat vind je dan belangrijk? En dan zie je dat duurzaamheid echt wel bovenaan staat. Je ziet dat concrete investeringen, bijvoorbeeld zonnepanelen op dak, dat die misschien net naar achteren worden geschoven. Maar het nadenken over die economie, wat vinden we dan belangrijk straks? Dat is meer dan ooit aanwezig, merk ik. En dat biedt denk ik ook wel een kans, echt voor West-Brabant en de Biobased Delta, om te gaan kijken van hoe ziet die economie straks uit? En hoe kunnen we nou duurzaam echt stappen gaan zetten? Volgende slide mag. Dat is ook wel een beetje, of eigenlijk grotendeels ook wel terechtgekomen in onze ondernemersagenda. Ik heb even die van Moerdijk hier neergezet, maar hierboven staat toch een ondernemersagenda voor heel West-Brabant. En daar zie je dat duurzaamheid toch wel met stipt op één staat. Als ik een denktank duurzaamheid organiseer, dan heb ik veel meer aanmeldingen dan een denktank infrastructuur. Dat zegt toch wel wat over waar ondernemers momenteel behoefte aan hebben. Ze vinden het tof en vinden het belangrijk om na te denken over de toekomst op het gebied van duurzaamheid. Specifiek voor Moerdijk zie je dan dat die scheepvaart natuurlijk heel erg belangrijk is. Dat heeft te maken met CO2, maar ook met stikstofreductie. Het andere probleem waar we in Nederland heel erg mee te maken hebben, en zeker op Moerdijk weten we daar van alles van. Ik zie Madon al klikken. Dus je ziet dat die scheepsvaart, dat is echt een issue. Luc Smits van CCT heeft een elektrisch schip in de vaart genomen een paar weken geleden. Je ziet dat er beweging op gang komt, ook in Den Haag, om walstroom aan te leggen. Dus daar zit een enorme opgave waar we denk ik heel veel kansen zien voor de toekomst. Als je dan iets meer uitzoomt naar West-Brabant, dan zie je dat de waterstofdiscussie echt aan het opkomen is. Dat hoor ik bij industriële grote bedrijven in de regio, maar dat hoor ik ook bij kleinere verbruikers. Je ziet dat in Zeeland, hier ligt er een heel groot initiatief om groene en blauwe waterstof te gaan produceren. Je ziet dat de industrie in West-Brabant aan het kijken is van kunnen we daar iets van meepikken? Kunnen we daar gebruik van gaan maken? Kunnen we dat gebruiken om straks ook die energietransitie in onze bedrijven verder te zetten? Nou, dat is iets waar we nu als VNO-NCW op site Nederlandse schaal ook mee bezig zijn om te kijken of daar potentie in zit. We hebben een heel sterk buizennetwerk in West-Brabant. Van Antwerpen naar Rotterdam liggen de meest fantastische buizenleidingen. En daar kan waterstof heel goed doorheen worden getransporteerd. Vanuit Zeeland ligt er ook een goede straat. Dus dat biedt een enorme kans denk ik voor onze regio. Dus je ziet dat heel kort ondernemers onzeker zijn op de toekomst. Maar dat tegelijkertijd de trigger wel is gekomen. Juist omdat die economie misschien wat minder hard draaide. Misschien omdat er ook wat tijd was om na te denken over die toekomst. Dat er behoefte is aan nadenken over een duurzamere wereld. Wel zien we dus op korte termijn dat alles wat duurzaamheidsinvesteringen is, wat worden uitgesteld. Dus voor de korte termijn misschien wat slecht nieuws. Maar Willem C. de Rel gaat zo het woord voeren. Ik denk dat hij voor de langere termijn echt nog wel genoeg kansen heeft om heel veel bedrijven mee te krijgen in die biobased beweging. En Marcel, nog even een vraag die ook vanuit onze luisteraars komt. Voor de korte termijn zeg jij, zie je ondernemers hun investeringen wat uitstellen. Maar zie je voor de middellange termijn dan uiteindelijk dat ze voldoende middelen hebben om toch te gaan investeren? Ja, dat zal compleet afhangen van of er een tweede golf komt, hoe die economie zich gaat ontwikkelen. Kijk, als we nu te maken hebben dit jaar met 5, 6, 7, 8% groei of krimp, sorry. En we zien ook dat in Amerika natuurlijk de coronapiek nog niet eens is bereikt. En je ziet dat als je dan specifiek naar Moerdijk kijkt, dat heel veel van die bedrijven afhankelijk zijn van internationale goederenstromen en de internationale markt. We hadden net over de auto-industrie. Die ligt nog best wel plat, dus dat gaat echt niet veranderen de komende maanden. Dus als er geen tweede golf komt, als de landen en ook in Amerika eindelijk het virus onder de knie krijgen, dan zal je zien dat het misschien korter het termijn al kan. Als we het er wel langer over doen en moeten wachten op een vaccin, dan zal die periode ook naar achteren schuiven. En zal je zien dat ook die investeringen naar achteren schuiven helaas.
Ja. Wat vragen, als ik het aan jou vraag, wat vragen ondernemers op dat punt bijvoorbeeld van de overheid? Nou ja, zekerheid natuurlijk. Kijk, dat merk je in alle gesprekken over die regels van de overheid, over de 1,5 meter samenleving. Van ja, geef ons zekerheid en ook gewoon een perspectief van waar we naartoe gaan met z'n allen, waar we ja, op kunnen bouwen. Dus dat is een hele belangrijke. En investeren. Kijk, ik hoor nog steeds van bedrijven dat, bijvoorbeeld op de biobased economy, dat de overheid vaak eerder een rem is dan iemand die de goede kant uitduwt. In de eigen aanbestedingen bijvoorbeeld. Hè, er ligt een immense kans nu om bijvoorbeeld infrastructuur op te gaan waarderen. De wegen zijn rustiger. Dus doe het nu. Nu staan er geen files als je de weg openbreekt. Dus ik denk dat de overheid ook echt flink moet gaan investeren de komende jaren. Om die economie op poten te houden. Ja, en ook om die duurzame economie in weg te plaveien. Want dat wil ik er dan wel bij zeggen. Als je dan aanbesteedt, doe het dan op een duurzame manier. En kijk niet alleen naar die kosten, maar geef ook lokale partijen met een biobased oplossing, want die zijn er hier in de regio, ook echt de kans om die weg dan zelf aan te leggen. In plaats van een bedrijf uit Amsterdam, wat het misschien net wat goedkoper doet, maar waar je uiteindelijk nou ja, geen werkgelegenheid in je eigen gebied mee creëert. En waar je uiteindelijk ook qua duurzaamheid nou niet de resultaten boekt die je wil boeken. Ja, duidelijk. Volgens mij kunnen we naar de volgende slide. Jesse, jij bij de Rabobank heb je ook afgevraagd. Zeker. Welke mate ondernemers bezig zijn met verduurzaming. Ja, absoluut. Dus die eigenlijk derde grote uitdaging. Dus laten we dat even, op Mentimeter onderzoeken in welke mate u bezig bent met verduurzaming. Ook omdat, dus dan gaan we naar de volgende Mentimeter vraag. Ook omdat wij eerder een onderzoek hebben gedaan onder bedrijven in de maakindustrie, Nederland breed. Voor de coronacrisis, om te vragen in welke mate bedrijven bezig zijn met verduurzaming. In 1 betekent die overigens dat u absoluut niet bezig bent met verduurzaming. En in 7 dat u nou ja, volledig ingericht bent op verduurzaming. Misschien zelfvoorzienend bent. Dat is een beetje het ene uiterste en het andere uiterste. Maar ik ben even benieuwd waar u ongeveer scoort. Dus in welke mate bent u bezig om uw bedrijfsvoering, om uw bedrijf duurzaam in te richten? In welke mate bent u bezig om te investeren? Nieuwe plannen op te zetten, nieuwe markten te ontdekken, die duurzaamheid, die vol inzet op duurzaamheid. Misschien wel helemaal niet. Hè? Verbrandt u nog steeds steenkolen en misschien, dat is dan een 1 en een 7 is dat u echt helemaal vol inzet op duurzaamheid en dat u dat opzicht eigenlijk een nieuwe verdienmodel is. En aan die kant zitten behoorlijk wat bedrijven, dus ik kijk ook even naar Willem, maar dat stemt positief als ik dit zo zie. Nou, hebben wij gelukkig in Moerdijk het steenkolentijdperk al lang achter ons gelaten. Ja, ik was een beetje... Dat laten we in deze cijfers. Het drijft even een beetje op een spits, maar dat is een beetje het ene uiterste. Maar ik vind een 7 wel echt een flinke score te breken. Dus dat je echt bijna een koploper bent op het gebied van duurzaamheid. We zijn ook trots dat we afgelopen jaren echt een groot aantal koplopers op Moerdijk hebben gehad. En ook... Ik hoorde Marcel net al CCT Luc Smits noemen met het eerste batterij elektrisch aangedreven binnenvaartschip. Ja. Maar zo zie je dat er vele bedrijven zijn die of midden in investeringen zitten of juist hun investeringen eigenlijk al voor, zeg maar vroegtijdig hebben gedaan. Denk ik heel terecht zichzelf met een alles tussen de 5 en de 7 scoren. Ja, goed, dit is heel interessant ook omdat... Omdat je eigenlijk zou verwachten... Nou kijk, er zijn een paar opmerkingen over. 1 is natuurlijk, dit is wat mensen zelf aangeven. Dus het zou interessant zijn om nog een soort van echt objectieve maat. Dus ik vraag u nu, en u antwoordt ongetwijfeld allemaal heel eerlijk... in welke mate u echt bezig bent met verduurzaming. Maar het zou interessant zijn om ook nog echt een objectieve maatstaf te zien... om, en volgens mij bestaat die ook wel... om te kijken waarin u bezig bent met verduurzaming. Bij Rabobank hebben we een duurzaamheidsmatrix... waarmee we bedrijven ook helpen om te verduurzamen. Maar dit is natuurlijk self-reported, hè? Dat geeft u zelf aan. Maar goed, u belt natuurlijk in voor deze call over verduurzaming, dus dat betekent dat u daar al interesse in heeft. Dus ik verbaas me niet helemaal over het feit dat de meesten nu aan de rechterkant zitten en dat er vrijwel niemand is die nog steenkolen verbrandt. Even kijken, misschien kunnen we gewoon door naar de volgende slide. Want wat ik dan aan de andere kant wil zeggen is juist dat corona, dit is eigenlijk het plaatje waar ik het over had,
Nederland breed in de maakindustrie, toen we zelf de soort vraag stelden. Nou, toen had je voldoende bedrijven. We hadden een steekproef van ongeveer, zeg ik even uit mijn hoofd, 500 bedrijven. Dat is toch wel een flink aantal. Nou, als we het hier even snel optellen, toch wel meer dan 100. Dus echt, nou ja, 20-25%. Dat die eigenlijk zeiden minder dan, nou ja, dan die 4 te scoren. Terwijl hier in Moerdijk is dat blijkbaar helemaal niemand. Wij zitten niet... duidelijk aan de rechterkant van de schaal. Dat is een goede samen. Dus jij gelooft mij bij de voorbesprekingen niet, maar het bewijs is nu geleverd. Ja, nou ja, ik dacht ook dat het anders zou kunnen zijn, omdat mensen misschien vanwege die coronacrisis, hè, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van dit gesprek, van deze presentatie, dat men misschien de investeringen in verduurzaming op de lange baan schuift. En verduurzaming minder belangrijk vindt op dit moment dan gewoon de crisis overleven. En nu heb je ook een slide van na de coronacrisis? Die vraag hebben we niet gesteld. Nou, die poll hebben we nu live gezien. Ja. Maar goed, die steekproef, dat is het belangrijkste, is misschien niet helemaal representatief. Maar hij stemt wel positief. Dus daarmee zou ik eigenlijk de presentatie nu door willen geven. Volgens mij aan Willem, want dit was eigenlijk mijn laatste slide. Nou ja, Willem, je hebt bijna geen positievere introductie dan te zien dat de bedrijven die we nu aan de lijn hebben en die zich op Moerdijk gevestigd hebben, dat die in ieder geval zelf in hoge mate bezig zijn met verduurzaming. En ondertussen ook Willem in de lucht. Ja. Dan, duidelijk, hè? Fantastisch. Ook hartelijk dank aan Jesse en Marcel voor de voorzet. Ik kan hem nu vrij eenvoudig inkoppen, denk ik. Mag ik dan ook de volgende slide, om me daarbij een beetje behulpzaam te zijn? Dit is toch nog een slide van Jesse. Zullen we die skippen, Jesse? Ja, dan gaan we naar de Circular Biobased Delta. Even kort voorstellen, Willem Cederel. Ik ben voorzitter van de Circular Biobased Delta. Ik heb lange tijd, 36 jaar, in de chemie gewerkt. Bij Shell, bij General Electric en bij SABIC. Ik werk ruim 10 jaar nu aan de Biobased Economy in Zuidwest-Nederland. We hebben sinds kort die omgedoopt tot Circular Biobased Delta, onze stichting. Niet alleen een verandering van naam, maar ook terdege wel een aanpassing in het programma. We willen niet alleen hernieuwbare koolstof, maar ook circulaire koolstof. Willen we de nodige aandacht geven. Ik kom daar zo nog even op terug. We zijn een triple helix organisatie waarbij de stichting in onze raad van toezicht groot bedrijf heeft. De kenniscentra en de overheden. Dat zijn 3 provincies die daarom meedoen. Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In de uitvoering met hun regionale ontwikkelingsmaatschappijen, die hier ook genoemd staat. En we gaan uit van een positie van sterkte. De uitdaging is enorm, maar de regio heeft ongekende kracht. We zijn onderdeel van het beroemde en beruchte Antwerpen, Rotterdam, Rijn-Roer cluster voor de chemie. Waarbij we heel veel verbindingen hebben, ook ondergronds, van allerlei stoffen die op diverse plaatsen, zeg maar, ook zeer in grote hoeveelheden gebruikt worden. We hebben voordeel van een enorme, goede en hoogwaardige land- en tuinbouw. Wereldklasse. We liften mee op het enorme succes van agrofood. Maar ook ontzettend belangrijk is onze ligging. We liggen natuurlijk aan water. We hebben diepzeehavens, geweldige infrastructuur en logistiek. We hebben goede kennisinstellingen. Denk niet alleen aan de universiteiten in Delft of net over de grens in Antwerpen en Rotterdam. Maar ook natuurlijk iets verder weg in Leiden en in Eindhoven. Maar ook het HBO en het MBO doen volop mee. We werken aan ook doorlopende leerlijnen. En we hebben betrokken overheden. Ik heb al eerder gezegd, die triple helix in die regio die functioneert goed. Dus de uitdagingen zijn groot, maar ik denk ook dat we een aantal fantastische opties hebben. Dus dat monster komt eraan. Maar ik denk dat als er één regio, even bovenregionale regio, in staat is om dit monster het hoofd te bieden, dan moet het hier wel in Zuidwest-Nederland kunnen. En graag naar de volgende slide. Dan zien we nog eens even in wat meer detail wat nou precies de uitdaging is. Hier in Zuidwest-Nederland, in deze 3 provincies die ik net noemde, stoten we ongeveer de helft van alle CO2 uit in Nederland. In Nederland is het 185 megaton per jaar en in onze regio is het 85. En wat moeten we doen nu om dat het hoofd te bieden, om die CO2-uitstoot te reduceren? In de eerste plaats natuurlijk werken aan onze energie-innovaties. Dus dat doen we met zon en wind.
wind op land, maar ook op zee natuurlijk. We doen het met elektrificatie, met waterstof, zeg maar met geothermiek en ook zo met biomassa. We werken ook aan sleuteltechnologieën voor grondstof. En dat is eigenlijk waar wij als Circular Biobased Delta onze belangrijkste activiteiten hebben. Dus we kijken naar materiaalrecycling van plastics en mineralen, maar eigenlijk vooral ook naar hernieuwbare koolstof via biomassa en circulaire inzet. Dus daar waar we naar andere grondstoffen kijken, is het vaak in combinatie met biomassa. Er zijn stromen waar bijvoorbeeld uit de tuinbouw, waarbij we tomatenstelen en stengels hebben, maar er zit ook plastic door, er zitten ook netjes door, er zijn clipsjes en touwtjes. Wat doe je met dat soort stromen? Nou, dat is voor ons een geweldige uitdaging. Daarnaast kijken we ook naar het verhogen van de circulariteit. Dus hoe gaan we koolstof rondpompen? Hoe gaan we het hergebruiken? En dat doen we door middel van een aantal mogelijkheden. In eerste plaats natuurlijk kun je het in een lineaire economie kun je recoveren. Dus gewoon gebruiken, inzetten voor energie. Dat doen we nu. Beter is al recyclen, dat is, scoort beter. Maar als je meer richting circulair gaat, gaan we vooral naar herstellen, repair. We gaan naar het hergebruiken. Dus we gaan naar de kringloopwinkels, waar mensen gewoon spullen van anderen, die anderen afgedankt hebben, weer gaan gebruiken. En uiteindelijk gaat het ook om rethink. Dus het opnieuw bedenken van moet ik dit wel doen. En ook bij refuse. Dus het meest duurzame gebouw is het gebouw wat niet gebouwd wordt. Omdat ik het een andere oplossing vind. Dat is een beetje de theorie die hierachter zit. Daarnaast is er ook sociale verandering, sociale innovatie nodig voor duurzaamheid. Dan komen we bij onszelf terecht. Hoe accepteren wij die nieuwe economie? Zijn we bereid onze levensstijl een beetje aan te passen? Willen we inderdaad goed isoleren? Willen we anders wonen? Willen we van het gas af? Willen we misschien wat minder reizen of wat duurzamer reizen? Niet korte afstanden vliegen, maar nemen we de trein. Zijn we nu en dan ook bereid om vegetarisch voedsel tot ons te nemen? Of willen we elke dag toch een stukje vlees? En ook voor de agro is natuurlijk de uitdaging om dat effectiever, efficiënter, smarter te doen met minder uitstoot. Wij willen 10 megaton CO2-reductie in 2030 aanjagen. Dat gaan we niet zelf doen, maar dat doen we met partners. We doen het uiteraard publiek-privaat. En uiteraard in 2050, wat nog wat verder weg is, willen we volledig klimaatneutraal zijn en 100% circulair. Volgende slide. Welke rollen hebben we dan in dat aanjagen? Nou, we willen vooral eigenlijk zorgen dat we projecten ondersteunen. We willen inspireren, we willen verbinden. We zijn scout. We volgen ook waar technologie ontwikkeld wordt. Niet alleen in onze eigen regio, niet alleen in Nederland of Europa. Maar een aantal van onze mensen is ook regelmatig te vinden in de Verenigde Staten of in China. Er wordt gewerkt ook aan acquisitie, het interesseren van partijen om hier naartoe te komen, om hier gebruik te maken van die sterktes die we hebben. We faciliteren natuurlijk samenwerking en we vertegenwoordigen en dragen niet alleen de stichting Circular Biobased Delta uit, maar we promoten ook ons ecosysteem. In het ecosysteem gebeurt het. Dus op de Green Chemistry Campus, de Biotech Campus Delft, in het sales in de kanaalzone, met de Biobase Europe Training Centrum en de Pilot Plant, maar ook in heel veel applicatiecentra. In de havens gaat heel veel gebeuren, op de industrieparken. Dat is onze rol. Als ik even mag inhaken. Ja. We zagen net dat van de deelnemers een groot aantal aangeeft dat ze duurzaam tot zeer duurzaam bezig zijn. Toch weten we ook dat die weinig gebruik maken van de Circular Biobased Delta, het platform wat jij eigenlijk biedt en de rollen die jij biedt. Ik spreek ook meteen de luisteraars aan. Wat zie jij, Willem, wat heb jij als vraag voor deze bedrijven en de bedrijven die zitten te luisteren? Wat zouden jullie willen hebben van de Circular Biobased Delta? Zodat we hier in de laatste 5 minuten een beetje matchmaking kunnen doen. Ja, ik ben ook bijna klaar hoor, Manon. Ik heb toch nog 2 slides, geloof ik, en dan had ik nog 2 vragen. Een van die vragen is: waar zoekt u hulp? Waar wilt u samenwerken? Waar zoekt u hulp?
Is het in financiering? Is het op het gebied van wet en regelgeving? Moet er meer gelobbyd worden? Moeten we de overheid meer aansporen om biobased in te kopen? We hebben een aantal voorbeelden ook die dat dan nog even wat concretiseren. Maar dat zijn de dingen die we kunnen aanbieden. Ook hulp misschien met opleiding. Ook binnen ons ecosysteem zijn er partijen die leven lang leren in hun devies hebben. Dus we kunnen ook mensen opleiden. We doen heel veel presentaties, we doen heel veel bijeenkomsten. We dragen zeg maar ook dingen uit internationaal op allerlei beurzen. We doen wel eens mee met handelsmissies. Het zijn allemaal rollen die we kunnen vervullen. Dus ik hoor graag straks waar men behoefte aan heeft. Mag ik de volgende slide? Dit zijn even wat voorbeelden. Rechtsboven ziet u onze totale portfolio. We hebben op dit moment ongeveer 50 projecten en programma's in beheer, zal ik maar zeggen, die we geïdentificeerd hebben. Die zijn niet allemaal even ver, die zijn niet allemaal even kansrijk, maar we hebben wel een top 10. En we zijn er met 2 of 3 heel concreet bezig om dat te helpen realiseren. Ik heb even een paar voorbeelden uit het Moerdijkse genomen. Linksboven is een project waarbij we werken aan hoe zou je van bioethanol naar bioethyleenoxide kunnen komen. En op die manier een heel interessante vergroening kunnen doen. Hele belangrijke keten die bijvoorbeeld voor schuimen in toepassingen voor matrassen of stoelen wordt gebruikt in meubels. Dat zijn die polyolen die daarboven staan. De etoxylaten staan voor detergenten, dus schoonmaakmiddelen en zo. En dan kun je ook nog naar een bouwsteen waarmee je PET-polyester maakt. Nou, dat kennen we wel van de verpakkingen natuurlijk, de PET-fles. Maar PET wordt ook gebruikt in allerlei vezels, dus de belangrijkste synthetische vezel is ook PET. We zouden op deze manier heel interessant kunnen vergroenen en ik denk dat dat heel veel mogelijkheden biedt. Pyrolyse is ook al genoemd, als een mogelijkheid om op die manier ook grondstof te maken voor de chemische industrie vanuit bepaalde reststromen. Kunnen gemengde stromen zijn, plastic, biomassa alleen of plastic alleen, autobanden, noem maar op. Dat is belangrijk. Rechtsonder staan toepassingen die wat meer in de infrastructuur liggen, die ook al genoemd werd door Marcel. We hebben voorbeelden van biobitumen waar asfalt van gemaakt is. Er liggen proefstroken in onze regio, sommige al voor 1 jaar of 5. Er zijn allerlei andere toepassingen waarbij biobased heel goed past. Het is niet alleen een feestje voor het grootbedrijf. We doen heel veel met het MKB, die met name ook betrokken is bij die infrastructuur. We hebben dat programma Chaplin, wat zich met name op bioasfalt concentreert. We hebben ook BioVoice, waarbij we grote partijen uitdagingen laten formuleren. En dan proberen om antwoorden te krijgen van het innovatieve MKB. Een heel leuk programma waarbij je moet denken als partijen als Dow, Sabic, Cargill, Cosun, die bepaalde problemen hebben en die daar oplossingen voor zoeken. Volgende slide. Meteen op de laatste. Dus ja, we hebben een 10-jarenplan gemaakt nu, waarbij we een aantal dingen gedefinieerd hebben die ons dichter bij de oplossing moeten gaan brengen. We willen sowieso onze samenwerking voortzetten natuurlijk en nog vergroten. We doen aan business development, dus hoe krijgen we bedrijven hier, hoe krijgen we kennis hier, hoe kunnen we ook haalbare business cases maken. We doen een ecosysteemontwikkeling van alle 27 locaties waar wat gebeurt in onze delta. En misschien op nog wel wat meer plekken waar we programma's en projecten realiseren, waar we opschaling doen. De Human Capital Agenda, het is interessant voor studenten. Studenten hebben ook veel interesse hierin. Maar ook de medewerkers van de toekomst en consumenten van de toekomst. Die moeten we voeden met de nodige kennis en opleiding. De logistiek infra supply chain, ik denk dat dit ook na de coronapandemie een belangrijk topic is. We hebben gezien dat we voor een aantal essentiële zaken afhankelijk zijn van levering uit een ander deel van de wereld, wat ons ook afhankelijk en kwetsbaar maakt. We zien ook dat een aantal oplossingen veel meer zal gaan naar wat kleinschaliger, wat we noemen decentrale manufacturing of distributed manufacturing, naar een centrale plek waar dan het grootschalig het uiteindelijk product gemaakt wordt. Financiering zijn we mee bezig met de SDE+. De SDE++ die ook gaat gelden voor materialen. We zijn verbonden met wat Europese funding. Dat was Horizon 2020. Het is nu Circular Biobased Europe.
zijn ook aangesloten daar. Er komt natuurlijk de Europese Green Deal aan, die ook kansen biedt en eigenlijk mogelijkheden om bepaalde projecten ook voor te stellen. We hebben contacten met Venture Capital en ook met InvestNL. Dus ja, we proberen alles uit de kast te halen om goede projecten ook zeg maar te helpen gefinancierd te krijgen op bedrijven. We werken niet alleen nationaal of regionaal, we werken ook internationaal, met name met onze buren Nederland. Vanuit Nederland met Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen. En we lobbyen ook. Hè. Er moet ook met name als we met afval en met residuen aan de slag willen, moeten we ook nog hier en daar wel wat veranderen in de wet en regelgeving. En we zoeken subsidie voor onrendabele top. Want de industrie met wie we een beetje dan zeg maar de strijd opnemen, de fossiele industrie, die is geoptimaliseerd over 100 jaar. We komen met nieuwe techniek, kleinere schaal. En uiteraard die first of a kind fabrieken die moeten geholpen worden. Ik denk dat dit het verhaal was. Ik denk dat er nu toch twee vragen komen met de Mentimeter, als het goed is. Ja, dus de vraag is met welke thema's hebben dan prioriteit met u? Is dat voor u de agro? Werkt u aan energie? Werkt u aan biobrandstof of in de chemie, aan materialen? Werkt u meer aan de toepassingskant of bent u met hele andere dingen nog bezig met de verduurzaming? Dus dat is even de eerste vraag die voor ligt. We zien hier het redelijk verdeeld, toch een energie en materialen en chemie eigenlijk alle drie als hele belangrijke gebieden op dit moment. Maar goed, het aantal deelnemers is nog wat beperkt, dus we wachten nog even met ons oordeel. Andere, dat is altijd interessant om te weten wat het andere is. Hè. Misschien dat u dat met ons wilt delen via, ja, dat via jou kan, Manon, of niet? Jazeker. Ja, vragen en antwoorden kunnen ze opmerkingen dan wel vragen stellen. Ik heb er nog geen gehad. Ja, oké. Okay. Op dit moment zien we toch materialen en chemie bij 10 respondenten op dit moment in de koppositie. Ah, energie komt sterk terug. Ik probeer net als Jesse een beetje de verslaggever te zijn, maar Jesse, jij bent hier beter in hoor dan ik. Het was echt Mart Smeets de tweede. Ik denk dat we ook gezien de tijd een beetje... Ja, we moeten gaan afronden ook, hè? Ja, we moeten gaan afronden. Zullen we nog even naar de laatste vraag dan, als daar nog zeg maar interesse voor is. Dat gaat er met name over voor welke zaken... En zoekt u dan aansluiting en samenwerking? Dat is eigenlijk de vraag die Manon al inleidde. Is dat op het gebied van kennis? Heeft u behoefte aan meer kennis? Wilt u meer marktinformatie? Ketenontwikkeling, opschaling? Onder een aantal zaken genoemd. Financiering, dacht ik. Het is wel van alles wat. Dat is wel leuk om te zien. Oké, Willem, terwijl de mensen de laatste antwoorden geven, ga ik geef het terug aan jou om af te ronden. Dankjewel. Ik denk dat we lopen een heel klein beetje uit onze tijd. Het was misschien ook erg veel informatie om in een uur te proppen.
We hebben gehoord dat, en dat was ook een vraag van een van jullie, hoe maak je van corona een opportunity in plaats van een bedreiging? Nou, we hebben gezien dat er veel grotere bedreigingen aankomen en dat corona ons misschien wel even wakker schudt en ons weerbaar maakt. En duidelijk maakt dat we een economie hebben die kwetsbaar is en dat je met elkaar moet werken aan die kwetsbaarheid. En dat duurzaamheid en verduurzaming daarin misschien eigenlijk juist wel die oplossing is. We hebben gezien dat duurzaamheid als begrip door veel van onze luisteraars als relevant en als belangrijk ervaren werd. Jesse merkte terecht op, maar daar is hij ook de onderzoeker voor, dat dat misschien ook wel een beetje aan de selectie van het publiek heeft gelegen. En ik wil afronden met u hartelijk te bedanken voor hun interesse en ook wel in uw geduld. Kijken naar de wat technische problemen die we bij aanvang hadden. En te vermelden dat dit een eerste webinar was vanuit het project vanuit Avans. Wat gaat over het ontwikkelen van een learning community. En dat we dat door corona op een digitale manier moeten doen. Maar dat ik hoop dat we na de zomer bij u terugkomen met of een volgend webinar. Of misschien zelfs met een live meeting waarin we als community nog meer informatie, kennis en meningen kunnen delen. Voor nu hartelijk dank en hopelijk tot ziens na de zomer.